Na de 2 maanden vertraging vanwege het opruimen van verontreinigde grond vorderen de werkzaamheden in Doepark De Hagen gestaag. Vrijdagmorgen kwam een 15-tal leerlingen van AOC Oost met hun docent Alfred Leideman kennismaken met het Doepark en de werkzaamheden die ze gaan verrichten. Het zijn derdejaars die als keuzevak werken in tuin en landschap hebben gekozen. Henk Jansen en Martin Peters van Stichting Naturus gaven in vogelvlucht de geschiedenis van De Hagen. Projectuitvoerder Hans Telo van de tuinen van Geerdink nam ze mee langs de loop van de Nieuwe Beek en vertelde over wat hij aan werk in petto had voor ze. En daarna was het aan het werk. Behalve de leerlingen van het AOC hebben zich 50 vrijwilligers opgegeven om mee te werken in het park. Hun aandeel in het werk is erg belangrijk.